We kijken hier bij Zonsopgang over het Dalgemeenschap. En ik zeg hallo kijkers van Dus David Games. Ik ben het weer Vincent. Ik heb weer DDG enigszins overgenomen. Want ik heb het voor elkaar gekregen. Ook oh, doe eerst F1, dan kan je zien dat ik nog honger heb. Ik heb enigszins weer DDG overgenomen. Want ik mag van David mijn achterbuurman of achterbuurvrouw uitkiezen. Yeah! Maar voordat we dat gaan doen gaan we eerst lekker spelen en ga ik jullie straks ergens in de video uitleggen wat je daarvoor doen moet. Maar zo'n opgave is niet. Wat heeft Metaboy in zijn vuilnisbak? Dirt and Science. Cool. Dan ga ik mijn bones droppen die ik net op de brug heb gevonden voor de achterbuurman en achterbuurvrouw. En dan gaan we enigszins even weer naar Davids huisje toe. Om daar eten te nakken. Maar dat gaan we nu doen. En dan gaan we weer rustig even een volgende opdracht bedenken of we gaan de kip pesten. Want ik hoorde dat de kip een hele leuke, uh, ja, ja, dat laat ik straks zien, weet je. Dat is helemaal niet leuk om nu te vertellen. Oh shit, ik kan niet op de trap springen om, omhoog, dat is veel leuker. Ik spring altijd op deze trap en dan ga ik zo naar beneden. Dus we gaan even naar Davids huisje toe. Als het goed is zit daar nog eten in de furnace, want die had ik al op mijn eigen aflevering daar enigszins ingestopt. Dus we gaan even kijken of dat eten er nog is, want ik heb wel beste honger. Nou, dit was mijn bordje die ik voor David had achtergelaten. Is niet belangrijk. En is hier nog eten? Ja. Nee? Als het goed is hierin. Ja, eten. Yes. Ik ben zelf ben ik dood gegaan. Echt gewoon in de neder, gewoon echt honderden keren, omdat ik mijn zwaard verloor. Maar daar ga ik straks meer over vertellen. En dan zul je die aflevering zelf ook wel zien. Voordat we beginnen, natuurlijk, lopen we eerst naar boven. Gaan we hier even door? Nou, wat moet je allemaal doen? Laat 10.000 likes achter. Dan gaat David weer met iemand bellen. Haal je de 50.000 views op twee video's. Dan komt er een Minecraft-account. Die wordt weggegeven via Twitter. Dus volg David ook even op Twitter. Staat hier: David. En natuurlijk bij de 100.000 views en 15.000 likes per aflevering een maand lang... ...gaan we een party houden op de DDGAQ. En er worden vijf kijkers voor uitgenodigd. Dus dat is toch altijd epic? Oh ja, ik heb hier al geslapen een keer. Dus uh, dit is al mijn bed. We gaan even weer terug deze kant op. We hebben net eten genakt. Dan zou ik jullie laten zien wat ik had het eten. Ja, ik had dit terug geplant. Ik ga dit echt niet oogsten. Moet je zien joh, als je dit allemaal oogsten moet... Goedemorgen. Dan ben je gewoon drie, vier minuten bezig om... Aardappels te planten en te pakken en te poten en... Oh, dat is veel te veel gedoe. Nou, even kijken. Dat is mooi geworden. Ja, dit is nog mijn oude bordje. Daar of het kan zijn dat er wat kwel in je bed ligt door mij. Want ik heb stiekem een tukje gedaan in je bed. Natuurlijk, sorry daarvoor. Goedjes, Vincent. Nou, deze map moet ook enigszins geüpgrade worden. En we gaan naar de kip. Waarom is deze kip nou zo bijzonder? Nou, we hebben de vorige keer een gouden snavel erop gezet. Maar ja, dat... Wow, wat de hel was dit? Wat de hel was dat? Is dat het paard? Is dat Rick? Is dat Rick? Rick, ben je, uh, Hou je stil, hè? Hou je koest, ja? Goed zo, jonkie. Hou je koest. Zo. We lopen even naar de kip toe. En de kip heeft een hele leuke upgrade. Want de kip die poept spetterpoep. Kijk. Spetterpoep. Wow, hij schiet steeds harder. Zie je dat? 1, 2. Spetterpoep. 1, 2. Spetterpoep. <laughs> ik vond het echt geen Toen Toen Lars dat vertelde, lag ik helemaal in de deuk. Even kijken. Hier is nog eten. Wat zit hier allemaal in? Een rot... Wow, wat is dit? De meest... Gezonde aardappel ooit. Nou, lijkt me echt bepaald ongezond. Even kijken. Dit is allemaal nodig in deze aflevering. De bank was ook klaar, hoorde ik. Even kijken hoor. Bordjes zijn opgehangen. Graag gedaan. Wow, oké. Okay, even naar binnen. Ja. Wat is dit allemaal? Hier komt een nieuw project. Maar ik hoorde dat het al veranderd was. Wow, kijk hoeveel bordjes. Wow. Je zou hier maar de hele tijd mee bezig zijn geweest. Damn it. Nou ja, um, proficiat combo. Vind ik toch netjes als je dat zo uh, doet, zo netjes. Ik kan dat niet hoor. Ik ben niet zo goed in dat sorteren. Dank u. Goed. Oké, okay, dan gaan we weer even omhoog. Want wat moet jij allemaal doen? Nou, we lopen naar boven. Ik heb daar bordjes al bij gehangen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Als je dat gedaan hebt, dan kan jij gewoon. Mijn achterbuurman of achterbuurvrouw worden. Nou, ik zou je meteen laten zien waar het komt en hoe mooi het wordt. Want ik heb het de vorige keer ook gelegd, maar, of uitgelegd. Maar het kan zijn... Pardon, wie heeft mijn bordje vera veranderd? Hier woont een flapdrol. Um, even kijken, die ga ik eerst terugpakken. Hoeveel die? Heb ik hier een sign? Heb ik hier een sign? Ja. Ik weet precies waar dit vandaan komt. Dus we gaan eerst deze persoon enigszins terugpakken, pakken Lars Potverdorie Mijn een beetje een flap dron noemen hè? Dat vind ik niet echt aardig van je Even kijken hoor We gaan even naar binnen Ik vind dat niet aardig van Lars Lars waar zit je? Waar is je ingang van je huis? Die is hier ergens uh, Ja dit heb ik al gedaan um, Waarom kan ik hier geen sound plaatsen? Oh hier wel Lars Even Oh nee Ship 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 um, Omhoog Even voor jouw, voor jouw informatie, ik ben geen, geen, oh, flapdrol, drop, <laughs> flapdrop, <laughs> ik ben geen flapdrop, nou, flapdrol. Dus, alsjeblieft, Lars, graag gedaan. Uh, we gaan weer omhoog, Jijmo, waarom gingen we naar beneden om alleen die bordjes te snijden? Maakt ook niet uit, dat laten we weer tezijden. ik was jullie aan het uitleggen. Voor de mensen die het niet hebben gezien de aflevering, ik neem DDG over. Dat was ik. Ik heb het overgenomen toen die tijd. En daarin heb ik uitgelegd dat jullie David moesten stalken om mij als... Dat ik in ieder geval een nieuwe achterbuurman of achterbuurvrouw uit mocht kiezen. En die tijd is er nu. Ja, ja, die tijd is er nu. Ik mag eindelijk naar nou, lang drammen en lang scheuren. Zij David, tuurlijk, jij mag een achterbuurman of achterbuurvrouw uitkiezen. Dus dat gaan we doen ook. Nou, we gaan mooi naar dat plekje toe. Laat ik jullie direct zien. Oh, hallo. Doen we even de deur dicht. Zo, gaan we even naar achter. Dit is de trap. Dit is de brug. <coughs> Sorry, mijn excuses. Dit is de brug. Hier gaan we heen. En hier wil ik graag een koffiehuisje gebouwd hebben. Door degene die de achterbuurvrouw of achter, achterbuurman wordt. Je moet een soort tussenhuisje komen. En daar helemaal is jouw platsoen. Nou, in ieder geval een stukje daarvan zou jij eventueel een huisje kunnen slash mogen bouwen. Nou, dat is toch geweldig. Maar, wat moet je daarvoor doen? Ten eerste, er staat een link onder in de beschrijving, die heb je vast wel gezien. Dat is de video naar mijn kanaal toe en daarin wordt uitgelegd wat je moet doen. Maar, omdat jullie zo aardig zijn, ga ik het hierbij ook uitleggen en gaan we een extra, tja, extra ja, een klein extraatje aan toevoegen. Je moet in ieder geval, sowieso, ja, we gaan sowieso de 10.000 likes halen op DDG. Dat gaat ons lukken, toch? Om die achterbuurman, achterbuurvrouw. Nou, en bij mij moet je sowieso... 5000 likes achterlaten op mijn video. En even een reactie hieronder in de video van DDG. En op mijn kanaal. Dat jij mee wilt doen. En waarom met motivatie en Skype naam erbij. Nou, als je dat hebt gedaan. Dan kan je gewoon op Communitycraft. Wie wil dat nou niet? Nou, dat is toch tof sowieso. En dan heb je daar je eigen stekkie. Dan kan je dus bijvoorbeeld uh, in het tussenhuis komen. Dit is duidelijk mijn huis nog. Dus daar mag je niet in de kisten zitten. Dan heb je hier mij als buurman. Ik heb sowieso uh, degene die ik invite ga ik direct ook een call mee houden. En ga enigszins mijn huisje een beetje afbeelden. Want ja, dat ziet er nog niet echt super vet uit. Maar we hebben wel wat spullen daarvoor. Nou, dan kan je samen met Faco, kan je samen met Samf, Midnan van Project Minecraft. Ja, Ronald, Paul, Wouter, Rick van Serpent Gameplay, Joris, Auntjes, Joris. Nou, je hebt iedereen er wat tussen zitten. Gaan we, het is gewoon gezellig, weet je. Je komt met iedereen lekker praten, je kan lekker bouwen, je kan lekker opnemen, eh, weet ik het wat. Maar, dat is het enige wat je ervoor moet doen. Zou ik het nogmaals herhalen? Ik doe het voor de kijkers die niet geluisterd hebben. Je moet sowieso hier op deze video 10.000 likes achterlaten en jullie kunnen dat. Zou ik een ritje op, 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 op Rick mogen? Hmm, ik ga het niet proberen. Uh, sowieso in ieder geval 10.000 likes op deze video. 5.000 likes op mijn video, link staat daarvan onder in de beschrijving. Want dat had ik daar al in gezegd. Die video is namelijk vandaag, dus om half acht, online gekomen. We lopen even naar achter gaan we even wat huisjes laten zien. Die is half acht online gekomen. Uh, verder daarbij, laat even in deze reacties en de reacties op mijn kanaal achter. Mocht jij dezelfde naam hebben en dat doe jij, dan kan ik mooi zien wie echt willen. Je motivatie erbij, Skype erbij. Nou, uh, dat is het ene... Oh, oh, creeper, creeper, creeper. Creeper, creeper, creeper. Nee, eraf, 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 eraf. eraf. Dat was een nice shot. Ja, daar schrok je van. Oh, dat is het huis van Paul. Heb ik ook nog een keer aan meegeholpen. Heb ik ook nog een keer aan meegeholpen. En wat is dit ook weer? Dit is... Ben jij noop? En heet je Paul? Vlicht de boel dans, <laughs> De boeldans. Ken je dat? Dat je de boeldans doet. Om de boel te verlichten. Dat is toch cool? Uh, Vlicht de boel hier eens. Er lopen snipers rond. Pas op, het glitch is ook Paul. Uh, ik waarschuw je maar even. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, ik ga er weer even een keer op terugkomen. Dan kan jij dus lekker in Community Craft komen. Kan je met iedereen spelen. Kan je in de Wrecking Ball van Colin. Uh, mag jij uh, de, de, de Wrecking Ball Dans uh, naar beneden doen? Volgens mij kan je daar naar beneden jumpen. Ik heb eigenlijk geen idee. Het ziet er wel heel tof uit, moet ik eerlijk zeggen. Zullen we kijken of we daar omhoog kunnen? Hallo, is er een plek omhoog? Oh nee, 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 nee. Skeleton, skeleton. Colin Swagger Crip. Zo, oké, okay, we gaan omhoog. Dit ziet er wel heel tof uit. Ja. Oh, we gaan omhoog. Het gaat ons lukken. Ja. Wow, het is het beste eind als je naar beneden kijkt. Mooi verlicht met glowstone houden we van, hè? Van, van, van chicheid. Van, van de correcte cursus binnen alles. Oké, okay, dit is de wrecking ball, dus van Colin. Even kijken hoor. Hoe kom ik nou. Hoe kan ik die jump naar beneden maken dan? Oh, hier is een deur. Nice. Oké. Okay. Wow, hoe kan ik hier... Hoe, hè? Kan ik hier nou naar beneden springen of niet? Oh damn it, het kan nog. Even kijken hoor. Gaan we die plas bereiken of niet? Moeten we dan ook zingen erbij? I came in like a wrecking ball. Oh, bam, we did it. Nice. Zo doen we dat. Nou, ik ga hierbij afsluiten. We hebben een mooi uh, stukje gezongen en nog een jump gemaakt. Wow, die komt helemaal van boven naar beneden. Waarom, waarom maakt hij hier geen mooi waterpoeletje? Dat je echt gewoon. Schoon, schoon schoon springen kan doen. damn it, wat een moeilijk woord is dat ook. Oké. Okay, nou jongens, nogmaals voor jullie herhaling. Druk op de duimpjes omhoog. Jullie hebben het allemaal vast wel gehoord. Luister anders even de video terug als je wilt weten wat je moet doen om de achterbuurman of achterbuurvrouw van mij te worden. Dan wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken. En dan zeg ik in ieder geval tegen jullie tot de volgende keer. En ik zeg in ieder geval ciao.